Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Zondag 25 februari aanstaande organiseert de slagwerkgroep van Harmonie Cincilia een pannenkoekconcert. Met dit concert willen ze geld ophalen om extra instrumenten te kopen. De leden van deze slagwerkgroep zijn voor 80% leden uit de leeftijdsgroep van 14 tot en met 18 jaar. Kent u het TV-programma Nederland op Film met Wim Daniels? Daarin worden oude 8mm-films en videobanden getoond, die een beeld geven van het alledaagse leven in het Nederland van tientallen jaren geleden. Dat gaat de erfgoedvereniging van de heerlijkheid Hoge en Lage Zwaluwen ook doen, met het filmmateriaal van de Zwaluwen. De vereniging heeft een fotoarchief van 25.000 foto's en in een depot bevindt zich ook videomateriaal. Bij elkaar is dat urenlang kijkplezier. De oudste bewegende beelden dateren van voor de oorlog. Er is materiaal over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van het eeuwfeest van Hoge Zwaluwe en de familie Doremans, tot een bureau, boerderij en een moord in Lage Zwaluwe. Daar gaan ze wat mee doen. De eerste filmavond vindt plaats op dinsdag 27 februari bij het Roerom in Lage Zwaluwe. De voorstelling begint om half acht. Op heel wat solders bij mensen thuis ligt waarschijnlijk nog veel videomateriaal te verstoffen. Dat beelden bevat van het leven in de Zwaluwen. En dat is natuurlijk zonde. De erfgoedvereniging doet daarom iedereen het volgende aanbod. U stelt uw super 8 mm films en video's tijdelijk beschikbaar en zij maken daar digitale kopieën van. U krijgt dan het originele materiaal weer terug met een gratis gedigitaliseerde versie. In overleg met u wordt bepaald welk materiaal vertoond mag worden. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat laten weten aan de Erfgoedvereniging. En dat kan via de mail administratie.erfgoedzwaluwen.nl het materiaal wordt dan bij u thuis opgehaald en enkele weken later weer teruggebracht, inclusief die digitale kopie. Gaat u eens op uw zolder snuffelen en kijk wat u nog aan videobeelden heeft liggen. Sinds 1 januari maken ze bij voetbalvereniging De Madische Boys geen gebruik meer van wegwerpbekers. Maar gebruiken ze eigen kunststof en herbruikbare bekers. De kunststof herbruikbare bierglazen worden netjes aan de bar ingeleverd. Sommige herbruikbare bekers voor de koffie en thee verdwijnen echter in de afvalbak. En ook deze bekers zijn eigendom van de vereniging. Het is juist de bedoeling dat de bekers weer ingeleverd worden, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Heeft u vragen over de digitale overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals DigiD, digitale zorg, energietoeslag? Huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, boetes, pensioen en uitkering? U kunt voor al uw vragen en andere vragen terecht bij het informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek in Terheide. Daar helpen ze u met het vinden van informatie op internet en verwijzen u door naar de juiste instanties tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Daarnaast kunt u ook terecht bij het speciale spreekuur. En dat is op dinsdagen van half vier tot half vijf. Het informatiepunt Digitale Overheid is gratis. En er is ook een informatiepunt in de bibliotheek in Maden. Zondag 3 maart organiseert Sint-Cecilia haar jaarlijkse Rommelmarkt. De locatie is Kloosterstraat 22 in Maden, de voormalige meubelzaak van de familie Huibregs. U kunt de Rommelmarkt bezoeken op zondag 3 maart tussen 10 en 3 uur middags kunt bruikbare spullen inleveren op zaterdag 17 februari en op 2 maart van 9 tot 12. Wilt u hiervoor wel even een afspraak maken? De contactpersoon is kordewijs 06 30 78 83 83. Ieder jaar rondom Koningsdag is er de lintjesregen. Een lintje is een koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Woont diegene in de gemeente Drimmelen? En stelt deze persoon deze waardering op prijs, dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente. Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in april 2025 kan tot uiterlijk 1 juni 2024. Indienen kan via bestuurssecretariaat.drimmelen.nl of telefonisch via 1401 62. Dan was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdagochtend om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmel Actueel. Tot dan.